Welkom bij De Nieuwe Wereld, met vandaag weer een nieuws van de week met Ad Verbrugge en Jelle van Baarnewijk. Zo, heren, daar zitten we weer. Nieuws van de week. Nieuws van de week. Wat, ja. Ja? Ga je gang. Er zit al een puntje van zijn stoel. Inderdaad, dat Jelle is duidelijk. Zit er vol van. Jelle. Ja, er is veel te bekijken, maar ik wilde beginnen met... Dingen die te maken hebben met schooluitval, eigenlijk de jeugd. We zien dat er heel veel leerlingen die onder de 18 zijn, stoppen met hun school, vooral op het mbo. Echt, ik geloof wel 40.000 leerlingen per jaar. Met name die nog niet mbo 2 hebben bereikt, dus dat is eigenlijk het tweede jaar van het mbo of een specifieke mbo-afslag. Daar zit de meerderheid van de stoppers. En dat is een groot getal, veel groter dan het was, toch. Toen ik zelf bij mezelf zo nadacht van ja, wat is schooluitval eigenlijk? En ik ging erop googlen in de kranten kijken. Toen dacht ik wel van ja, we hebben gewoon sowieso eigenlijk best wel wat schooluitval in Nederland. Maar dit was wel een heel hoog cijfer. Dus ik dacht ja, ben ook wel benieuwd hoe Ad dat ziet. En zelf had ik er meteen wel twee gevoelens bij. Van dat altijd maar dat per se naar school moeten, is dat niet ook, is werken niet verkeerd. Maar ja, als je dan toch weer nader kijkt naar die cijfers. Het zijn vaak mensen die echt jong zijn, hè? Dus 14, 15, nou soms ook al 17, maar... Dat is dan ook te vroeg, denk ik, om al te willen werken. Nou, dus wat is er dan mis in het onderwijs dat ze niet blijven plakken? Of is er niet zoveel mis met die onderwijsinstellingen, maar vooral met de jeugd? En daarmee verband houdend, een uitspraak van de staatssecretaris voor Volksgezondheid, Sport en Welzijn. Namelijk dat er nu wel erg veel last op de schouders rust van de jeugdzorg, omdat er veel jongeren... met problemen daar aankomen, waardoor de jeugdzorg overbelast is in de zin van de mensen hebben er niet genoeg energie voor om het werk te bolwerken. En er zijn wachtlijsten. En hij zegt allerlei nuchtere dingen. Zoals bijvoorbeeld, hij komt ook van de ChristenUnie even als context. Het is een hele jonge vent, dat vond ik ook opvallend. Ja. Dus 35 of zo, als hij het al is. Van dat er zoveel mensen bij de jeugdzorg aankloppen heeft ook wel te maken met dat ze opgegroeid zijn in gescheiden gezinnen. Dat ze niet meer naar de sportvereniging gaan. En ja, is dat niet ook een deel van de oplossing? Hè? Dus moet je naar de zorg of moet je nou eigenlijk naar de trainer? Of moet die ouders ook eens in de spiegel kijken als het gaat om psychische problemen? Ik weet zelf wel, in de jeugdzorg speelt een kluwen van problemen. Bijvoorbeeld ook heel veel schuldvraagstukken. Dus jongeren van 16 met 2 iPhone-abonnementen. En dan denk je ook, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Heel groot probleem, hè? De schulden onder 16, 17-jarigen. En bij studenten houdt het ook aan, maar die kunnen dat dan nog afwerken op de een of andere manier. Dus ja, er spelen meer dingen. Dat is dan een voorbeeld van hoe kan het zo zijn dat er zoveel jongeren in de shit zitten? En dat is dus financieel, geestelijk, psychologisch. En ik vond het eigenlijk ook wel fris dat die staatssecretaris gewoon zei van... Ja, deze mensen horen helemaal niet thuis in de jeugdzorg. Die moeten we eens... op een andere manier naar gaan kijken. Nou, de gedeelde noemer is duidelijk. Het gaat over jonge mensen. Ja. Jonge mensen die niet meer meekomen. Ja. Nou ja, het gaat over dus ook over vorming. En of dat nou in de sfeer van het gezin gebeurt... dan wel de sfeer van school. In beide gevallen moet je natuurlijk zeggen dat vormingsinstellingen... De primaire taak hebben om eigenlijk kinderen zelfstandig in het leven te zetten... zodat ze een eigen bestaan kunnen... opbouwen. En dat is niet alleen maar een kwestie van intellectuele ontwikkeling. Zeker niet. Dat heeft ook alles te maken met socialisering. Het ontwikkelen van de juiste gewoontes. Zekere vertrouwen in jezelf. Een gevoel van eigenwaarde. Ook aansluiting op die wereld. Zodat je weet dat waar je naartoe gaat. En dat je dus... vaardigheden opbouwt, maar ook een soort emotionele stabiliteit ontwikkelt. Een bepaalde discipline weet te ontwikkelen in die loop der jaren. Die ervoor zorgen dat jij inderdaad een eigen leven kunt gaan leiden. Wat je als zinvol ervaart. Dus je moet die rol van ouders en school... Dus echt zien vanuit eigenlijk principiële opdracht van cultuuroverdracht en cultuurinwijding. En daar hoort natuurlijk kennis bij, essentieel. Maar altijd wel in die context van kinderen die tot wier potenties eigenlijk tot bloei moeten worden gebracht, zodat ze
zelfstandig een leven kunnen opbouwen. Nou, daar gaat dus iets fout. En ik denk inderdaad dat het veel te simpel is om naar één factor te wijzen. Maar laten we beginnen toch met die scholen, want daar opende je mee. Ja. Zoals je weet, in 2006 heb ik met een aantal geestverwanten Beter Onderwijs Nederland opgericht. Wij zijn als vereniging zeer actief geweest in de loop der jaren, maar ook in die beginperiode. Toen heel de discussie rond studiehuis speelde, de hele... mislukking van dat veranderen, hervormingsprogramma in de jaren 90. Hè, met basisvorming, later een studiehuis dat uit voortgekomen is. Daar is toen een... Ik ontbreek je even, want ik denk dat heel veel mensen van onder de 40 denken studiehuis. Wat is nou eigenlijk de revolutie geweest? Ja, kort en goed, ze zijn men begon met de basisvorming. Die discussie die is eigenlijk recentelijk ook weer opgeleid. En het idee was, omdat er te vroeg zou zijn gekozen door instellingen... eigenlijk al in de fase van de basisschool keuzes worden gemaakt door leraren, soms samen met CITO-toetsen. Kinderen in een traject terechtkomen, waardoor potentieel onvoldoende tot zijn recht komt. Eigenlijk toen ook al het idee van een bepaalde groep is daar in hogere mate slachtoffer van. Nou, men heeft dat in mijn ogen, of in onze ogen, onvoldoende fundamenteel doordacht. En wat als oplossing is gekozen, destijds introduceren. Waarbij de kinderen van de eerste 3 jaar eigenlijk allemaal een gemeenschappelijk programma krijgen. Dat was natuurlijk duidelijk dat laten we zeggen, voor de gymnasiasten en de mensen van het ateneum een veel te licht programma was. En voor degene die... Laten we zeggen, meer op een LTS, vroegere LTS-niveau, zo'n technische school. MAVO, nee, dat bestond toen nog niet. Ja. Dus dat is allemaal. Dus het VMBO is eigenlijk ook de opvolger geworden van dat oude systeem. Waarin je ziet dat die technische scholen en de MAVO's werden geïntegreerd. Dat levert de VMBO op. Het VMBO. En HAVO bleven bewaard, ateneum en gymnasia. En daar werd dus die basisvorming in geïntroduceerd. Dat was destijds minister Netelenbos die dat onder andere voor haar rekening heeft genomen. Voor onze tijd, Ad, hebben wij dit, daar zaten wij alleen, of niet? Want wanneer was dit? Wanneer is die basisvorming geïntroduceerd? Ik ben naar Malieveld gegaan. Ik zat op de middelbare toen. Oh ja. Ja. Nou ja, ik zat daar dus niet in, hè? Even voor de duidelijkheid. Want ik ben in de jaren 80... school gegaan en ik ging in 85 studeren. Maar dit is ingevoerd eerst in de onderbouw, dan kreeg je de basisvorming. En vervolgens is later, eind jaren 90, is daar de aansluiting op ontwikkeld. En dat werd het zogenoemde studiehuis, waarin je veel meer uitging van de zelfwerkzaamheid van leerlingen. We moesten ook allemaal werkstukken maken, veel meer werken in projecten, integrale opdrachten. Allemaal in theorie prachtig, maar in de praktijk eigenlijk heeft het geleid tot heel veel verwarring, ook kwaliteitsverlies, ook schooluitval overigens. En dat is de grote discussie die toen in 2006, in 2007 eigenlijk losbarstte. We hebben er als vereniging een rol in gespeeld, van hoe kan het nou toch dat dit zomaar is doorgevoerd en dat heel veel leraren dat over zich uitgestort hebben gekregen, zonder dat ze daar op zaten te wachten. Dus plotseling op een andere manier moesten gaan lesgeven, eigenlijk het curriculum veranderde. Heel veel scholen hebben er natuurlijk een mouw aan gepast. Die gingen natuurlijk toch met die slimmere leerlingen, die slimmere groepen, toch meer doen dan die basisvorming. Maar het studiehuis, ja, dat hing ook samen met hoe het examen was opgesteld. Dus daar ontkwam je niet helemaal aan. Dus dat werd heel erg ervaren als een... Eigenlijk als een opgelegd pandoer. Waarin je iedereen op dezelfde manier bij allerlei vakken moest gaan werken. En de ene school, nogmaals, heeft dat een beetje liberaler opgepakt dan de andere. Maar over het algemeen kun je wel zeggen dat er een enorme systeemdrang was. Druk om dat zo te doen.
Nou, je ziet, dat is één ontwikkeling. Maar we kunnen hier de hele uitzending over vullen. Nee, dat gaan we niet doen. Dus, we gaan naar die schooluitval nu. We gaan naar die schooluitval nu. En wat wij dus toen hebben aangekaart is hoe dus de positie en de kwaliteit van de leraar achteruit gaat. Dat er grootschaligheid optreedt. Dat er kwaliteitsverlies gaande is, ernstig. Met name aan de onderkant, dat je al ziet dat dat functioneel analfabetisme toeneemt. Dat is nog steeds een heel, heel groot probleem. Hm. En over de groep waar we het nu over hebben, dan zie je dat die functioneel analfabeten ook oververtegenwoordigd zijn. En dat bovendien dus een soort financiële logica zijn intrede had gedaan. Dus die leidde tot die grootschalige instellingen, waarin ook de traditionele leraar soms ook plaats moest gaan maken voor de coach, voor de begeleider. Ja. Mensen niet meer goed vakkundig waren opgeleid, eigenlijk allerlei kwalificatie-eisen terugliepen. Nou, dat heeft geleid tot die enquête van Dijsselbloem. Maar voordat we daarop ingaan, even een paar dingen uitpakken. Nou, ik wil hem even afmaken, want anders dan... ik ben zo klaar. Dat heeft geleid tot dat rapport Dijsselbloem. En dat is Tijd voor Onderwijs, was dat. En ik ben in dat kader ook een paar keer gehoord, omdat wij natuurlijk mede die discussie hebben aangezwengeld destijds. En toen ik daar zat, heb ik gezegd, voordat we nu alleen maar terugblikken naar wat er is fout gegaan, op dit moment wordt ons MBO, ons middelbaar beroepsonderwijs, echt fundamenteel heringericht en hervormd. Eigenlijk langs lijnen die wij eerder ook al hebben gezien. Want vervolgens had de hele, laten we zeggen, de hele onderwijsindustrie zich ook geworpen weer op dat, op die hervorming van dat middelbaar beroepsonderwijs. En dat kreeg dan gestalte in de introductie van het zogenaamde competentieonderwijs. Nou, en dat, alleen ja, toen werd er ook als antwoord gegeven, ja, daar gaat ons huidig onderzoek niet over. Ik zei, nee, maar de problematiek, die moet je zien, die loopt van VMBO naar MBO. Daar zitten met name de sociaal zwakkeren. En we zullen zien dat het MBO vanzelf weer het nieuwe probleemdossier wordt. Eigenlijk veel groter dan wat we hebben gezien rond het voortgezet onderwijs. Nou, dat is wat we nu meemaken. De uitval op het MBO was jaren geleden al vrij hoog. Er is toen tijdelijk door eigenlijk verlaging van de eisen is daar een zekere wijziging in aangebracht. Die kun je ook afvragen wat de kwaliteit van de diploma's dan nog is. Mm. Maar de corona heeft eigenlijk die problematiek alleen nog maar verder aangescherpt. Je ziet dat de MBO's met name enorm gretig waren om dat hele onderwijs te digitaliseren. En dan moet je je voorstellen, dat is beroepsonderwijs. Hè, met heel veel opdrachten, praktisch. Nou, die kinderen moesten dat thuis gaan doen. Dus die hebben de afgelopen jaren allemaal in een soort verweesde situatie geleefd. Ja. Waarin ze heel veel thuis zaten, achter het scherm hun opdrachten moesten doen. Sowieso eigenlijk in een hele grootschalige omgeving zitten. Dus weinig, laten we zeggen, sociale vaardigheden die daar ontwikkeld. Ze kampen ook nog eens met telefoonverslaving. Dus de hele digitalisering werd daar genadeloos doorgevoerd. En nu zitten we in een situatie waarin dus de motivatie minimaal is. Nederland behoort tot het land met de minst gemotiveerde leerlingen, overigens ook in de hogere regionen van het onderwijs. We hebben waarschijnlijk de meeste aantal onderwijskundigen en een complete onderwijsindustrie daaromheen gebouwd. Maar de primaire taak gewoon van goed onderwijs door leraren in verbanden waar je enigszins op je gemak voelt, waarin je als mens in een bredere zin kan ontwikkelen. Ja, dat is nu enorm geërodeerd. En wat zie je? Natuurlijk dat met name de sociaal zwakkeren daar het slachtoffer van worden. Die niet een papa en mama hebben die hun kind naar de huiswerkbegeleiding stuurt. Of die in staat zijn om op anderszins die kinderen te ondersteunen. Dus aan de onderkant zien we zich het grote drama voltrekken. En dat MBO 2, dat is kader, dat is gewoon veel praktijkwerk en de zorg. Het is natuurlijk wel zo dat de helft van de leerlingen zit op het MBO. Als je op door praat, dus het is absoluut niet alleen maar de onderkant van de Maar je moet onderscheid maken, Jelle. Je hebt dus MBO, en je zei al niet voor niets MBO 2.
We hebben dus verschillende lagen. Je hebt nog steeds MBO 4, dat is het oude. Laten we zeggen, MBO, dat is wel enorm ook in kwaliteit gedaald hoor. Maar dat is wel het oude MBO zoals wij dat kenden. De vroegere MTS'en of de MEAO's die bestonden. Nou, die zijn geïntegreerd. Dat is allemaal bij elkaar gekomen. Ook in grote, kolossale conglomeraten. Ja. Waar je ziet dat de leraar eigenlijk heel weinig maar in de melk te brokkelen heeft. Weinig eigenaarschap. Kinderen die daar rondlopen. Vaak met onduidelijk onderwijsconcepten te maken hebben. Te weinig contacturen. Te veel digitale middelen. Te weinig persoonlijke bindingen. Ja, en dus die lopen daar verweest rond. Nou, als die dan ook nog eens met een moeizame thuissituatie hebben, hebben ze eigenlijk gewoon geen stevige sociale context. Ja. En ze verliezen dus hun motivatie, wat ik zo even aangaf. Krijgen onvoldoende eigenwaarde omdat ze echt dingen leren. Analfabetisme is daar reusachtig. Functioneel analfabetisten kunnen ook slecht lezen. Ze worden ook niet goed praktisch getraind in veel gevallen. Dus ja, het is een soort, op veel plaatsen een soort woestijn geworden. En daarom heb je die uitval. Ja. In hoeverre, we hadden het erover. Nee, ik zit hier, Jelle, je zit me een beetje mee waardig aan te kijken. Nee, maar nou bedroefd gewoon. Ja. Ja, zit in die woestijn nu naar dit verhaal. Ja. Hallo zeg. Ja, maar kijk hier, Leiden heb je reusachtig. ROC, De ROC is vervolgens ook, bleek allemaal verkeerde investeringen te zijn. Oh, dat is ook failliet gegaan. Ja, vastgoed. Ja. En de overheid, ja, die distancieert zich eigenlijk al jaren van deze problematiek. Dat wat ik zo gek vind, een bepaald soort psychisch element dat ik ook graag aan jullie voorleg. Oké, stel nou je bent zo'n uitvaller. Hè? Volgens mij heeft dat heel veel te maken met een soort overschatting en onderschatting. Dus de overschatting zit erin dat ze denken, die leerlingen die zijn 15 zeg maar en die gaan naar school. En denken, ja, wat leer ik hier eigenlijk? Ik leer gewoon niks. Ja. Die doen nog een beetje mee omdat hun moeder zegt dat het moet. Dan gaat het nog oké. Ze denken zelf, boeien, ik leer hier niks. Dus ze stoppen en ze nemen een bijbaantje. Nou, het is vanaf 16, hè? Daar komen ze inderdaad. Vanaf 16, dan is het werk. En dat snap ik dan ook ergens wel. Hè? Dus je hebt zoveel onderwijsinnovatie gehad. En ik snap het wel dat het heel vervelend is om ergens heen te moeten waar je niet het gevoel hebt dat je iets leert. Ja. En dat is ook wel heel ironisch, na al die onderwijsvernieuwingen, dat we nog steeds zoveel leerlingen hebben die niet interessant vinden wat we aanbieden. Terwijl dat toch eigenlijk de hele revolutie op gericht was. Ja, maar misschien dat het ook te veel daarop gericht is geweest. Ja, natuurlijk. Het is vakinhoudelijk in veel gevallen volledig uitgehold. Je krijgt docenten voor de klas die in veel gevallen zelf niet eens goed zijn opgeleid in het vak dat ze moeten. Ze moeten eigenlijk geen vakken meer doseren, want het worden geïntegreerde opdrachten. Ja, net als op hogeschool. Dus, heel weinig structuur. Dat was laatst heel veel ophef met de juristenopleiding, toch? Op het HBO. En die trekken dat zelf aan de bel. Fonties. En dan denk ik inderdaad dat die groep misschien kwetsbaarder is en niet goed voor zichzelf kan opkomen. Ja. Is het ook niet een bepaalde. Want op die MBO's heb je ook. Zeg maar, je moet stage lopen. Dus dan werk je 4 dagen in de week en ga je 1 dag in de week naar school. Nou, dat is één traject. Een traject, ja. Wat we vroeger het leerlingenwezen noemden. Ja, ja. Dus dat is dan zeg maar de MBO-variant geworden. Ja, ja. En je zou zeggen dat is. Daar vang je eigenlijk een grote groep mee. Dan heb je een mentor op je werk. Dan blijkt dan eigenlijk dat inderdaad de markt zegt dan van we hebben deze leerlingen nodig die dit en dat kunnen. En dat zijn dan altijd de grote partijen die dan vertellen van wat voor mensen hebben wij nodig. En dan denken zij, nou dan als wij willen dat onze leerlingen een baan krijgen, dan moeten ze dat en dat en dat kunnen. En dan. Nou ja, ik wil bijvoorbeeld met Excel werken of een balansje op kunnen maken, de kasboek maken. Ja. Dus dat soort dingen. Ja. Maar goed, maar ook niet zulke hele makkelijke dingen. Want dat is die paradox waar ik net een beetje heen wil. Precies. Dat ze zelf vinden, ik word hier niet uitgedaagd, ik leer niks. Terwijl de leraren er ook bij staan en zeggen, je kan nog niet eens rekenen. Nou ja, en terwijl het misschien een geweldige automonteur zou zijn. Dat denk ik dan ook vaak. Hè? Dus dat je dan, als je dan gewoon een mentor had. Ja? Ja, dat vrees ik wel. Maar. Nee, maar ook, ik bedoel, die discussie is natuurlijk ook al heel oud. En we hebben er ook een behoorlijk wat over gepubliceerd ook. En geprobeerd dat vlot te trekken. Ik denk, kijk, je moet op een goed moment ook als overheid ook zien dat bepaalde dingen zijn mislukt. En het MBO is gewoon mislukt. Ja.
gewoon een mislukte formule. Je hebt daar een hele grootschalige conglomeraten gecreëerd, waar ouders ook nauwelijks met te kiezen hebben in de omgeving, in veel gevallen, zeker niet het platteland. Waarin heel veel verschillende soorten leerlingen bij elkaar zitten. Maar ook de soorten opleidingen bij elkaar zitten. Waarin je nu ziet dat er eigenlijk ook gewoon een tweedeling ontstaat. Hè? Dus je hebt nog wel een soort MBO4. Dat is het oude. Dat is dat deel wat kwalitatief nog enigszins overeind staat. Nou, dat daaronder gaat op heel veel plaatsen iets fout. En nogmaals, leraren doen natuurlijk, hè, en ook die coaches, die kunnen met beste intenties werken. Het gaat hier niet om die mensen af te branden, want ik geef het je te doen, weet je wel, wanneer je met de stand met die 16, 17-jarige zit. Maar ja, als je dat in een omgeving doet waarin de lesroosters dusdanig zijn dat eigenlijk die gewoontevorming niet goed op gang komt, er weinig discipline wordt bijgebracht. Ja, zie je het dan maar eens goed voor elkaar te krijgen. Leerlingen worden op dit moment op te veel plaatsen, niet overal, maar op veel te veel plaatsen, eigenlijk aan hun lot overgelaten. Dan gaan we vervolgens discussies voeren over gelijke kansen en systemisch racisme. Het zijn studenten nu. Terwijl, jongens, kijk gewoon naar wat er in het onderwijs gebeurt en zie dan dat sociale ongelijkheid wordt gereproduceerd door de achtergrond die je hebt. Ja. En dan kan een overheid kan nog een keer zoveel miljard in het onderwijs steken, want dat is het probleem niet, hè? Ja. Van, meer geld naar het onderwijs. Flauwekul. Ja. Als jij niet weet wat je met dat geld moet doen, als je niet weet hoe je zorgt voor een structuur waarin juist kinderen die in een chaotische wereld leven houvast vinden, waarin hen geoefend, waarin ze moeten oefenen, zodat ze echt iets ontwikkelen. Niet, we hebben een keer een opdracht gehad en vaardigheden. Nee, zorg dat ze kunnen rekenen. Zorg dat ze kunnen lezen en schrijven. Zorg dat ze inderdaad eventueel leren metselen of metaal leren bewerken. Eigenlijk heel elementair wat je dan zegt. Want als je nu naar het onderwijscurriculum kijkt, dan is het vaak toch gericht op, je mag zelf kiezen wat je wil volgen. Ook op het mbo is al een soort cult van de intrinsieke motivatie. Zo van, je kiest hier zelf voor, jij bent een talent. Ja, dat is gewoon hartstikke neoliberaal jargon. Ja, maar het is ook heel tragisch, hè? De tragiek van de goede intenties. Want heel veel van die lui hebben helemaal geen ambitie of passie. Die willen daar gewoon iets leren en die hebben er eigenlijk ook nog geen zin in. Dus je moet structuur aanbieden waarin dat draaglijk wordt. Hè? Wanneer je enigszins discipline insteekt, dat je dat graag doet en de eer aan ontleent, omdat je dan in ieder geval je papiertje haalt. Ja. Maar het omgekeerde is aan de hand, dat je wordt er doorheen gecoacht als leerling van, je moet er ook nog zelf zin in hebben. Ja, ja. Dan gaat dat CISEC-grapje op. Van, ja. Hè? Ja, ga je naar de school omdat het moet met tegenzin en ben je straks blij dat je het af hebt gerond? Of ga je naar de school omdat je het zogenaamd leuk zou vinden? Ja. Ja, heel veel van die gasten die op het mbo zitten, die zitten er niet omdat ze makkelijk leren of omdat ze graag naar school gaan. En is dat niet ook diezelfde zere plek waar de minister of de staatssecretaris zijn vinger op legt? Je bedoelt die Maarten van Ooyen nu? Dus de impliciete cultuurkritiek. Ja. Ik denk eigenlijk dat die zere plek een beetje hetzelfde is. Maar kijk, we zijn al heel lang het onderwijs aan het therapeutiseren. Want wanneer die structuur op school ontbreekt, wanneer je niet die inspirerende leraren hebt, wanneer je niet een veilige omgeving hebt waarin jij wordt gevormd op een manier die je misschien zelf in eerste instantie niet wil, maar ja, je zit nou eenmaal in die omgeving. Dan ga je steeds meer tegen je eigen grenzen aanlopen. En komen juist de al de problemen rond bijvoorbeeld discipline, rond aandacht, rond het vermogen om gewoon te doen staat om dat uit te voeren, dan komt allemaal onder druk te staan. Daarmee ook twijfel aan jezelf. Daarmee ook, want als je niet goed kan lezen, als je niet goed kan schrijven, je raakt voor een deel afgesneden van. Terwijl, kijk maar gewoon naar hele jonge kinderen. Ik bedoel, ze zijn al trots wanneer ze, Jelle heeft wanneer ze op een gegeven moment zinnelijk worden. Dus je moet zorgen dat eigenwaarde ontstaat doordat jij iets kunt. Dat je. En dat merk je ook bij kinderen, hè, die bijvoorbeeld problemen hebben met schrijven. Op het moment dat hen goed wordt uitgelegd hoe ze dat moeten doen, en op een gegeven moment en dat goed geoefend krijgen,
dan leggen ze daar op een bepaald moment ook een bepaalde eer in. En dan vinden ze het leuk. Dan hebben ze echt iets geleerd. Dan hebben ze greep gekregen op iets. En dat die gevoel van eigenlijk ondeskundigheid en ook onthand zijn, niet eens met je handen goed kunnen werken. En dat betekent gewoon dat de bedrukking gaat toenemen. Mm. Twijfel over jezelf. En over de wereld. En daarmee over je plek in de wereld en of je het wel aan kunt. En dan moet je dus gesteund worden. En dan moet je, maar die leraar moet jou sterk maken. Nou, ondertussen zeggen ze wel, je studeert. Ja. Je wordt als student aangesproken. Dus aan de ene kant is er een onzekering voor wat je kan, omdat je nog niet kunt handelen met je handen. Aan de andere kant heb je grootspraak over wat je allemaal voorstelt. Dus torenhoge verwachtingen. Ja, want hoe en dan kom je dus bij je leraar en die zegt tegen je, je hebt een 6 min of een 5 en je bent beledigd, je stopt met school. Ja. Je bent er niet weerbaarder op geworden. Maar dat komt ook omdat je ze aan de andere kant allemaal een ego aanpraat. Ja. Dat snap ik ook wel weer, want er is natuurlijk ook een identiteitsgevoel van minderwaardigheid op het mbo dat ook niet klopt. Ja. Maar, dus ik maar snap dat we dat willen aanpakken. Maar een ander woordje geven aan die, want hoe moeten we ze nu noemen? Nou, studenten. Zijn nu studenten. Ja, maar niet lager opgeleide, maar praktisch. Ja, praktisch nou, dat klopt niet. Hè. Maar de meerderheid is helemaal niet praktisch opgeleid. Of de helft is niet praktisch opgeleid. Precies. En is dat ook niet, is onze economie nog ingericht? Hebben we plek om die mensen een goed gevoel te geven? Ja, kijk, voor een deel natuurlijk wel. Kijk, dat is dus neem nou het floreren van de Duitse industrie. En daar zie je dus dat ze daar een heel goed beroepsonderwijs hebben, met name West-Duitsland, waarin jongeren inderdaad samen met die bedrijven en scholen echt een technisch vak leren, gewoon goede monteurs worden, goede bankwerkers en noem allemaal maar op. Ja, en die ontlenen daar natuurlijk een zekere eigenwaarde aan. Dus dat beroepsonderwijs in Duitsland veel sterker. Daardoor heb je ook niet het probleem, want er is geen personeel. Want dat personeel wordt mede door die beroepsscholen eigenlijk gewoon gekweekt. Ja. En ze hebben een plek in de wereld waardoor ze ook een zekere eigenwaarde hebben. En je ziet dat het in Oost-Duitsland eigenlijk niet het geval is. En daar zie je ook dat het gevoel van zinledigheid en verweesheid veel groter is. Met als gevolg ook weer een enorme wrok, ressentiment, grote aanhang voor Alternatief voor Deutschland. Ja. Mensen die eigenlijk verongelijkt zijn. Nou, en die verongelijkheid die los je niet op door mensen eindeloos te pamperen en te steunen, maar juist door ze sterk te maken en door ze een bepaalde discipline bij te brengen, onder de vingers krijgen. En dat zit hem ook in studievoorlichting. Dus er zijn heel veel studenten dus die kiezen voor die administratieve studies. Dus dat is niet de helft, maar echt veel te veel. En die kunnen later ook, als ze dat doorlopen, die studie, die kunnen daar niet zo heel veel mee. Die kunnen daar niet veel mee verdienen. Dus die kijk maar eens wat er bij ons, als je een loodgieter hebt. Daar is employ in. Of een bouwvakker. Ja. Je ziet heel veel mensen, ook verpleger uit Oost-Europa, omdat ze hier gewoon niet meer krijgen. Waarom? Ja. Omdat wij leerlingen dus vanuit een oorspronkelijk nieuw links ideaal, van waarin eigenlijk de arbeid, met name de handarbeid, zoveel mogelijk moest worden afgeschaft. Ja. Zie je dat men die LTS'en dus heeft ontmanteld. Ja. Kenniseconomie voor mbo'ers. Ja, die ambachtsscholen. En dat daarmee juist eigenlijk het soort van werk waar deze jongens en meisjes nog wel degelijk hun talent in kunnen ontwikkelen, eigenlijk onder druk is komen te liggen. Voeg daarbij nog eens die hele digitalisering en virtualisering. Dat betekent dat de jongens zitten niet meer op hun 10-12e aan hun brommetje of fiets te sleutelen, maar die zijn aan het gamen. Ja. Ze komen op school dus ook niet in aanraking met handwerk. Ja. Nou, en dat betekent gewoon dat ze, vergeet de computerhandwerk niet, hè? Dus je zou, jawel, maar als je computerprogrammeur, dat is alweer heel iets anders. Het is anders dan gamen, maar is ook iets verschil tussen brommen rijden en brommen onderhouden. Maar goed, maar het ging erom, die jongens in mijn jeugd, die op die LTS zaten, die zaten allemaal aan die bromfietsjes te klussen. Maar dat is een sub-elite. Dat is de technische elite. Dat waren de LTS'ers. Dat bedoel ik. Op dat niveau heb je natuurlijk ook de jongens die echt ergens voor gaan en technisch begaafd zijn en dat doen. Ja, maar daar heb ik het niet over. Het gaat gewoon over jongens die je op hun 13e jaar gewoon leert met hun handen te werken. Ja. Hoe doe je dat? Door te doen. Ja, maar dat is gewoon net als voor, als wij in de woestijn lopen heel veel gastjes die dit niet aangeleerd krijgen van hun ouders, van hun vrienden, van hun ooms.
die lopen verweest, zoals je zelf zegt, in die woestijn rond. En die moet je dus op de een of andere manier daartoe weten te enthousiasmeren. Ja, maar hoe is het nou mogelijk dat we in Nederland nog steeds zo'n uitzonderlijke hoge kwaliteit hebben wat betreft voetbal? Dat is gewoon omdat dat zit in heel die cultuur. Die jongens die gaan voetballen. Verenigingsleven. Of meisjes inmiddels, dat verenigingsleven eromheen. Daarom heeft die staatssecretaris natuurlijk helemaal gelijk. Wat leer je daar? Dat is niet van, jongens, wat willen jullie met een bal doen? Nee, de bedoeling is dat die goal gaat. Nee, je krijgt spelregels uitgelegd, je krijgt technieken. Ja. Je laat ze spelen, maar je traint ze ook. Je laat ze ook oefenen. Weet je, en dat wordt er dus met de paplepel ingegoten. Nou, en dat gaat zo door. Dus en waarom hebben we dat niet meer met werk eigenlijk, zeg jij? Mm. Nou ja, gewoon met ambachten. Ja. Gewoon met ambachten. En dat heb je in Duitsland dus nog veel sterker. En dat hebben wij dus gesloopt. Ja. Met het gevolg dat die jongens en meisjes inderdaad verweest rondlopen. Allerlei psychische problemen krijgen. Omdat ze gewoon niet een eigen zinvol bestaan weten op te bouwen met activiteiten waar ze goed in zijn, waar ze een beetje erkenning voor krijgen, iets wat ze onder de knie hebben, weet je, en vervolgens daar ook hun werk in kunnen doen. Dan is die professionele escalatie, die wordt dan ingezet. Dus de jeugdzorg komt erbij, de psychiater. Ja, dan gaan we alles therapeutiseren. Ja, ja. De remedial teacher op de basisschool. En dat is dus inclusief, dus al die andere dingen. Hoe ga je met mensen om? Dus hoe sta je ze te woord? Hoe ga je met kritiek met je vrienden? Met je vrienden, hoe ga je met kritiek op? Ga je jezelf verbeteren? Ah. Met mijn dochter. Of gooi het bijltje erbij neer, want dat is dus wat er ook aan de hand is. Hè? Die scholieren die gooien dus ook echt collectief het bijltje erbij neer. Ander soort afgehaakte. Ja. Mijn dochter heeft, zoals je weet, twee pizzatenten bij Domino's. Nou, die krijgt heel veel van die gasten, 15-16 binnen. Nou, die merkt ook heel veel disciplineproblemen. Nou, wat doet ze gewoon? Echt duidelijke, heldere regels, maar ook ze eigenlijk verschillende vaardigheden bijbrengen, waardoor ze die pizza's kunnen gaan maken, deeg kunnen maken enzovoort. Dat is ook mooi aan bijbaantjes. En wat zie je? Dus die kinderen die ontlenen daar echt een gevoel van eigenwaarde aan. Ja. Die vinden eigenlijk, wanneer de boel op orde is, wanneer de heldere structuur is, vinden ze heel erg prettig. Ja. Dus zij krijgt enorm veel waardering. Ja. Ook juist van die kinderen die ook op die scholen gewoon maar een beetje ronddolen. Ja, en dat is ook het hele positieve aan dat bijbaantjescircuit. Daar kun je ook kritiek op hebben, omdat het natuurlijk nauwelijks wordt gestudeerd. Zelfs ook op de universiteit. Hè. Er staat officieel 40 uur per week voor een studie en iedereen werkt erbij. Ja. Dat hangt natuurlijk wel helemaal af van het soort bijbaantje. Ik zal niet zeggen dat de domino's nou mij, maar je kunt in ieder geval nog wel een zekere ontwikkeling maken. Nou, zeker, als je 15, 16 bent. Ja. Dat is nog iets anders dan wanneer je student bent. Ja. Maar goed dan ook, ik zei het omdat het natuurlijk dus wel een culturele functie heeft ook, dat bijbaantjescircuit. Ja, maar goed, het is wel het risico dat je echt op het niveau komt van vakken vullen en daar blijft. Ja. En get er. En, maar anderzijds een soort realisme. Rondrijden op een fietsje. En anderzijds is dus een soort realisme ontwikkeld. Hè? Dus dat je niet alleen maar met de kenniseconomie meegaat, maar ook wel voelt wat het betekent om vakken te vullen. Ja, en gewoon structuur op tijd komen. Ja. Nee, maar dat is allemaal heel goed. Allemaal heel goed. Nee, tuurlijk. Dus die socialisering is. Maar dan, het hangt natuurlijk wel heel erg af van je werkklimaat. En word je echt een team? Wordt daaraan gewerkt? Of is het toch een beetje een ook een prairie? Ik zou er totaal geen illusies over hebben. Dat hangt heel erg af van wat bijvoorbeeld zo'n leidinggevende of de MKB'er doet. Maar als je bedrijf op orde hebt, dan is het juist iets wat structuur en houvast kan bieden. En een familiegevoel. Kijk, die kinderen hebben gewoon ook een familiegevoel nodig. Ja. Niet alleen kinderen, toch? Nee, niet alleen kinderen. Heel veel mensen worden gek op hun werk omdat ze geen hechting meer hebben aan de mensen. En denken dat ze een functie uit moeten oefenen in plaats van dat ze ook als persoon worden gezien. Zeker. Hebben wij hier geen last van, toch? Nee. We hebben wel een redelijk familiegevoel. Eigenlijk. Ja, hè? In veel families tegenwoordig heb je ook andere problematiek. Ook wel psychische en ook bij de jeugd. En dan heb ik het over de transgender. De dysforie die bij steeds meer kinderen optreedt. En dan wel genderdysforie. Mm. Dat is natuurlijk een hot topic nu in debat in Amerika, in Nederland. Ja. De vraag hoe groot is het nou echt? Ik las nu net een stuk in The Economist. Ja.
kwam ik tegen op Twitter en ingelogd, gelezen. En dan zie je wel dat in Nederland wel meevalt hoeveel trans er nou zijn. Maar er zijn er veel meer vrouwen dan mannen die in transitie gaan. Ja. Maar wel dat er iets veranderd is, in, dat het veel populairder geworden is. Nou, het is niet heel verrassend, hè. Zet Netflix aan en het is je moet nog bijna moeite doen om een serie te vinden waar er geen plot in zit die met... Aan de Holvijver wapperen de trans vlaggen ook. Ja, of in ieder geval de regenboogvlag. Ja. Nee, maar specifiek de trans, die lichtblauw, roze, witte vlaggen. Oh, ja, dus het is, kijk, het is natuurlijk ook je oogst ook wat je zaait. Dus als het cultureel gesproken en vogue is geworden om... met elkaar daarover te praten en naar te kijken. Dan op een gegeven moment gaan mensen ook denken van... misschien ben ik ook wel non-binair of wil ik graag van seksen veranderen. Ja. In Nederland heeft daarin wel, stond er dat Economist stuk... en dat wist ik eigenlijk ook wel een geschiedenis in. Dus wij hebben al vanaf de jaren 70, 80 zijn we als land... hebben we een zorgsysteem dat uitzoekt hoe het mogelijk is om in transitie te gaan. En dat is dus heel populair geworden de afgelopen jaren, maar wij doen het al decennia. En daarom... onze VU speelt dan een rol. Ja, Dick Swaap volgens mij ook, die is daar met degene die de term gender heeft geïntroduceerd. Daar studeerde hij, volgens mij is hij daar afgestudeerd in Amerika en heeft toen dat protocol later hier opgezet. Het infameuze Dutch Protocol. Ja, en toen volgens mij nog bij Utrecht en nu inderdaad in Amsterdam. Maar Het is wel opmerkelijk dat de VU dat altijd zo die zorg heeft gefaciliteerd. Ja. Gender Affirming Care. Ja, de Dutch Protocol. Ja, nou dat betekent eigenlijk blokkers voor de puberteit. Dus dat betekent dat je op je 12e, 13e je volwassenwording platspuit. Ja. En vervolgens als dat aansluit en dat slaat... Dus bij je geslachtelijke volwassenwording. Ja. En het wordt ook als castratie gebruikt bij zedendelinquenten in Amerika bijvoorbeeld. Datzelfde medicijn, dat is dan een vaak gehoorde, populaire... Er wordt er vaak aangehaald om dat in discrediet te brengen. De Nederlandse... Puberteitsblokkers? Ja, en dat protocol... Dus niet de Nederlandse puberteitsblokkers, maar dat protocol gaat uit van bepaalde medicijnen... En dat wordt dus ook gebruikt voor andere dingen. Het is niet speciaal ervoor ontwikkeld, die remmers. Het is gewoon het wordt ingezet, zo van kijken of dat ook werkt. En daar zijn we nu nog steeds mee aan de slag. Een zwart kantje randje nog een keer eraan. Maar in ieder geval, dus die Dutch Protocol heeft dus te maken met het slikken van die blokkers. En vervolgens ook het daadwerkelijk in transitie gaan. Dus dat betekent het wegknippen van het lid. Of, ja. Het creëren ervan. Het creëren ervan. Neovagina's. Het creëren van borsten en de zorg daaromheen. Dus dat is natuurlijk een dagelijks zorg iets. Levenslang ook. Ja, met een paar hele grote ingrepen. Ja. Nou, en Nederland heeft daar een geschiedenis in. En die geschiedenis is deels praktische ervaring en deels echt wetenschappelijk onderbouwd. In dat Economist stuk, daar las ik dat die wetenschappelijke onderbouwing wiebelig is. Bijvoorbeeld, die gaat vaak over mannen, terwijl nu vooral vrouwen in transitie gaan. Ja. En zo zijn er nog wat kanten aan. Bijvoorbeeld, wie is er nou precies geïnterviewd over of ze tevreden zijn met de transitie? Bijvoorbeeld 10 of 15 jaar later. Nou, dat blijkt ook eigenlijk maar een hele kleine groep te zijn, zeg 100 mensen. Terwijl er zijn duizenden mensen in transitie gegaan. En de selectie van die mensen is ook... niet willekeurig geweest, maar juist te veel gericht op mensen die er toch al tevreden over waren. Dus dat stuk, en dat vind ik wel interessant voor zo'n burgerlijk liberaal blad als The Economist, toch helemaal niet controversieel en helemaal niet berichtgevend over woke thema's, dat juist zij ermee komen. Ja, zeker. En dat geeft te denken over wat die trans precies, hoe dat nou in onze samenleving terecht is gekomen, waar dat mee te maken heeft en hoe die zorg daaraan gekoppeld is. Wat dat nou... nu de eerste evaluaties daarvan binnenkomen. In Amerika en Canada, denk aan Jordan Peterson, loopt men heel erg voorop in de kritiek erop. Hè? Ja. En dat blijkt ook wel uit de cijfers logisch te zijn, omdat er dus veel meer mensen daar in transitie gaan. Ja. Ja, en in Engeland is het ook. Dus in Nederland hebben we eigenlijk, ondanks dat we dus voorlopen op het verschijnsel, best een terughoudende omgang ermee. Maar, dat zeggen de pioniers van de Dutch Protocol zeggen ook van, jongens... jullie lopen weg met een concept op een manier die wij niet voorzien hadden. En die hebben dus ook kritiek op hoe het Dutch Protocol wordt geïmplementeerd. In Engeland had je de Tavistock Institute. Waar een onderzoekscommissie een vernietigend rapport heeft
uitgebracht. Toen zijn alle klinieken zijn dichtgegooid. En dat gaat nu naar de National Health Service. Daar is echt een bom ontploft in die hele transzorg. En die wapperde inderdaad met de Dutch Protocol. Maar dat is, als je dat dan vergelijkt met hoe we dat in Nederland doen, doen we het in Nederland veel conservatiever dan in Engeland en later ook Amerika. Ja. Ja. Nou ja, en wat ook bijvoorbeeld in het artikel wordt genoemd, aangestipt, is van in hoeverre is die die genderdysforie, dus dat niet weten of je identificeert met je biologische geslacht, zeker weet dat je daar niet mee identificeert, laat ik het zo zeggen, en in transitie willen gaan, dat toch ook vaak met andere psychische problematieken samengaat. Dus het is geen op zichzelf staand ziektebeeld. En sterker nog, het is nu een identiteitsbeeld geworden. Dus het is eigenlijk gedepathologiseerd. Het wordt nu gezien als een manier van je leven sublimeren. Gewoon een optie. Terwijl het was een pathologie. Namelijk je niet met je lichaam kunnen identificeren. Ja. Nou zeggen ze al, dat was bij homoseksualiteit. Die stond ook in de DSM. En dat is maar goed dat we vooruitgang hebben. Ja, dan oké. Nou, fair enough. Dus ja. Maar het is wel opvallend dat veel mensen die dus trans zijn, dus ook te kampen hebben met homoseksualiteit, hoge correlatie. Ja, maar ik bedoelde meer dingen als gewoon depressief. Ja. Autisme. Ja, en dus dat die transbeweging ook zelf een vlucht naar voren is. Een manier is van transformeren ook van je leven waar je eigenlijk helemaal niet gelukkig mee bent. Nee. Sociaal geïsoleerd. Gelukkig worden door je aan te sluiten met een club van mensen die zich ook vervreemd voelt. Ja, ja, en ik denk nu ik er ook over nadenk met die bij de DSM, toen homoseksualiteit in de DSM stond, was het ook omdat er dan getracht werd om die homoseksualiteit niet te doen. Hè? Dat het, je kon genezen van je homoseksualiteit. Nu is het ook echt anders, omdat ze zeggen van, nou kom, we geven je medicijnen en we doen een operatie. Nou, en dat dus, het is toevallig van de week, zo grappig dat je nou over begint, door het collectief van psychiaters ook excuses aangeboden voor hun blik op homoseksualiteit in het verleden. Mm. En dat had alles te maken met dat ze toch heel ver zijn gegaan in therapieën, inclusief ook lichamelijke therapieën, om homoseksualiteit te onderdrukken. Dus dat is wel mooi dat ze dat excuses hebben aangeboden, denk ik. Het geeft wel te denken over de afslagen die ze nu nemen met die transcultuur. En wat daar toch eigenlijk ook hun vooroordelen in zijn. Hè? Dus misschien veel te gemakkelijk meegaan met zelfidentificatie van mensen met het andere geslacht. En niet doorhebben dat daar ook, om met die Maarten van Ooyen te spreken, nuchtere omgang wel wenselijker is dan het groter maken van de zorg en de zelfdiagnose. Mm. Ja, in principe sluit het natuurlijk mooi aan op de opening van dit gesprek. Hè? Omdat je kan zeggen, volwassenwording heeft natuurlijk ook alles te maken met het ontwikkelen van je geslachtelijke identiteit. Ja. De rol die je later gaat innemen en ook dat je daarin thuis voelt. Dat je daarin op je plek voelt. En dat is een cultuuropgave. En heel veel culturen hebben daar in het verleden, zeker wanneer je kijkt naar stammensamenleving, natuurlijk ook heel veel werk van gemaakt. Omdat die zagen, dat spreekt allemaal niet zo voor zich. Hè, dat je als jongen uiteindelijk ook een krijger wordt die een volwassen positie in de stam kan innemen. Dus daarvoor heb je een bepaalde, ook een zielsmatige of geestelijke transformatie nodig, die soms ook door lichamelijke rituelen werd begeleid. Vormen van opdrachten die je diende te doen. Of het kon heel ver gaan, tot en met het echt zwaar lichamelijk letsel toebrengen. Of wat wij dan letsel zouden noemen, maar wat zij dan als een teken zagen van die transitie. Dus inderdaad de overgangsrituelen, rite passage. En jongens en mannen hadden dan een belangrijke taak. Of de mannen ten opzichte van de jongens. Natuurlijk de vrouwen ook ten opzichte van de meisjes. En dan kan je zeggen, dat was precies omdat men zag dat die transities niet voor zich spraken. Dat best inspannend is. Hmm. En dat er ook wel iets op het spel staat. Het heeft natuurlijk ook iets te maken met de vormen waarin je als man en vrouw in de samenleving met elkaar omgaat. Dus de
Neem alleen al, bijvoorbeeld als je naar een burgerlijke cultuur gaat. Wat weer wat anders is dan een plattelandscultuur. Maar de hele hoffelijkheid van de man, die zijn vrouwen en kinderen eerst. En het idee van de mannen moeten de dienstplicht vervullen. En de vrouwen hebben een bepaalde rol in de relatie tot de familie en tot het gezin. Misschien wel ook wel de ondersteuning van die man. Dat kon ook in de praktijk ook wel betekenen dat die man de baas werd thuis. Of soms ook die vrouw de baas werd. Hè. Laten we dat ook niet vergeten. Maar in ieder geval, er was natuurlijk een duidelijke rollenscheiding. Die hebben we natuurlijk met de emancipatie al laten varen in hoge mate. Sterker nog, al die vormen werden toch met name gezien als een soort repressieve druk... van de kant van de patriarchale samenleving in de richting van de vrouw. Nou, zat er ongetwijfeld de kern van waarheid in. De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat die mannen het vaak ook niet echt heel plezierig hadden. Kanonnenvoer werden of in de fabriek moesten staan of landarbeider waren. En de mijnen in, al dat gore werk moesten doen. Dus niet dat het voor die mannen allemaal zo'n paradijs is geweest. Hè? Ik denk dat nogal eens een vertekend beeld was. En dan waren die vrouwen lang blij dat die kerels dat konden gaan doen, weet je wel. Maar goed, die ontwikkeling van die techniek en alle machines maakte natuurlijk ook een emancipatie onvermijdelijk. Ja. De fysieke kracht werd veel minder belangrijk. De huishoudelijke taken werden door apparaten overgenomen voor een aanzienlijk deel. Gezinnen werden kleiner, het kindersterfte werd veel lager. Noem maar op. Dus je ziet hoe die techniek eigenlijk ook die levensvormen gaat veranderen. En ik denk, zeker met die slag van de virtualisering die we ook nog eens hebben meegemaakt, dat proces van, ja, wat ik elders, hè, ook in mijn boek Staat van Verwarring, toen speelde deze thematiek nog niet zo, maar ik zei wel, het lichaam wordt er zoals het ware een nieuwe locus, een nieuwe plek van identiteit. Mm. Dat zag ik toen wel al gebeuren. En dat was eigenlijk destijds naar aanleiding van 50 Shades of Grey. Wat ik opgepakt heb en zeg, hey, dat is een soort ritualisering in de seksualiteit van die man-vrouw verhouding. En dat is dus, daar spelen archetypische motieven in. En waar heeft dat nou mee te maken? En van waar het verlangen? Mm. Met name onder vrouwen ook. Hè? Je ziet daar inderdaad een soort Beauty and the Beast motief in terugkeren. Maar goed, dat is even een andere discussie. Maar ik denk wel waar we nu zitten, is dat dus heel veel van die culturalisering eigenlijk niet meer goed lukt. Mm. En wat net over wat er op die scholen misgaat. We hebben die hele virtualisering van de digitale cultuur, die hebben we dan nog eens bij. En dus veel minder, als het ware, je lichamelijk leren kennen. Ik spreek in dat verband ook wel van ontlijving, eigenlijk langzaam uit dat lijf. Minder vertrouwd raken met wat jouw geslachtelijke lijf ook is. Maar ook met maatschappelijke vormen waarin dat eigenlijk onduidelijk wordt, hoe dat zijn plek krijgt. Nou, als je de puberteit is die transitiefase. Dus die dysforie, euforie is eigenlijk de uitgelatenheid. Dysforie is natuurlijk de bedruktheid over je lichaam. Wat heel veel voorkomt bij kinderen. Hoort er zelfs bij, zou ik zeggen. Ik bedoel, dat is al die jongetje zitten te kijken naar zijn eigen lichaam en zeggen van, wanneer krijg ik nou schaamhaar? Of juist van, hé, maar dat wil ik helemaal niet. En mijn stem verlaagt en alles verandert en ik weet niet wat ik moet doen. En er worden nu dingen van mij verwacht. Bij meisjes nog extremer. Je kunt ook, dat is ook uit onderzoek wel duidelijk, dat die meiden over het algemeen erotischer zijn ingesteld. Ook omdat ze fysiek zwakker zijn. Men gebruikt daar ook evolutionaire modellen bij. Dus daarom ook veel meer op de psychische relatie gericht zijn. Maar ook dus dat ze langer dus die vatbaarheid voor een zekere neerslachtigheid houden. Mannen gaan meer naar de andere spectra toe, hè, van problemen. Je ziet de meeste, ook veel meer zelfmoorden, veel meer zwervers, drinkproblematiek. Drugs. Verdoving. Dat zie je ook. Gamen inderdaad. Gamen, wegwezen. Dus je ziet heel veel van die problemen zie je ook gedifferentieerd naar seksen. Ja. Die zich manifesteren. Maar in ieder geval, dat ongemak met die volwassenwording en dat lijf,
dat ook het je niet helemaal thuis voelen in die wereld, wat ook een heel oud adolescentenmotief is. Dat kan, die vervreemding kan dus ook, als het ware, zich nestelen in relatie tot je eigen lichaam. En zelfs met een bepaalde woede ten opzichte van dat lichaam. Omdat je dat niet in de hand hebt. Omdat het je dwingt in een bepaalde plek waar je eigenlijk niet veel mee kunt. Ik denk dus dat laten we zeggen, om hier de metableticus, Leidse hoogleraar psychologie van de Berg aan te halen. Van iedere neurose is een sociose. Dat het type onbehagen en spanning wat nu ontstaat rond seksualiteit en gender. Waarbij gender meer de performativiteit is. Je als vrouw gedragen of als man gedragen. Dat alles te maken heeft met het feit dat we die natuur of dat lichaam eigenlijk niet meer goed culturaliseren. En dat dit dan de technologische manier is waarop we een deel van die woede en een deel van die vervreemding eigenlijk gaan beantwoorden. En de vraag is dus of ik denk dat de problematiek reëel is, maar de vraag is dus dat die dysforie breed bestaat. Dat hoeven we ook niet te ontkennen, maar de vraag is dit het juiste antwoord op het probleem? Ja. En dat is volgens mij, net als bij allerlei thema's die we nu cultureel tegenkomen, dat is gewoon een grote vraagstuk. Wij denken, we hebben de oplossing, nou gaan we gewoon opereren. Nou, dat kan in bepaalde gevallen, kan dat de oplossing zijn. Maar juist wanneer er dus die dieperliggende problematiek zit, rond zin, rond andere dysforie, vormen van vervreemding, problematiek met ouders, het opgenomen zitten in een bepaalde groep. Nou, ga zo maar door. Dan bestaat het grote risico dat wij dus meegaan op dat spoor. En eigenlijk de dieperliggende problematiek niet aan de orde komt. Dan hebben we een technische oplossing. En ondertussen grijp je heel drastisch in. Ja, ja. Want het, je kan, en gelukkig zijn we daar in Nederland terughoudend in. Elders, dat betekent niet dat je die discussie niet moet voeren. Want ik denk wel dat bij ons zie je die toename ook. En die druk ook. Maar ik denk we moeten hier echt als cultuur over nadenken. Van wat betekent dit? Wat doen wij eigenlijk met onze jonge generatie? Ja. En als je dan leest dat op dit moment, het was net een rapport van het RIVM, ook samen met de GGD's, dat eind 2022 bijna de helft van de leerlingen dus psychische klachten heeft. Kamp met eenzaamheid, neerslachtigheid. Stress met name, dus voortdurend spanning. Ja. Een heel belangrijke factor. Ja, dan denk ik, dan moet je toch eens nadenken over wat je doet. Hè? Bijvoorbeeld rond die virtualisering, gebruik van mobiele telefoon. We hebben het hier ook al vaker over gehad. We hebben er al jaren voor gepleit. Haal dat ding nou eens weg uit die levens. Ze zijn massaal verslaafd. Dat stimuleert alleen maar dat verder in je kop zitten. En eigenlijk een ongezonde ontwikkeling in lijfelijke zin. Want dat zou ook kunnen verklaren dat het dus wat je zei van eerst, toen die protocollen werden opgezet, waren het vooral mannen die vrouw wilden worden. En nu zie je eigenlijk heel veel meisjes die zich een jongen voelen. En dat is dus juist dat ze in die digitalisering, dat ze dus in zo'n soort van een hoek van het internet terechtkomen waar iedereen trans is. En als je trans bent, dan komt alles goed. En is dat ook Dat is dan dat kan het droombeeld ook worden. Ja. En ik denk juist het meisje met haar lichamelijke kwetsbaarheid ook wel eens kan denken, wat moet ik met dat die, hoor je dus heel veel. Wat moet van, ik met ik wil die, dit niet. Ik wil niet. Die mannelijke aandacht. Die mannen die dus dat juist het ook een bescherming is. Ja. Omdat je eigen rol als vrouw daarin, weet je niet, omdat het een empowerment is, hè, zo alle Marlies. Ja. Maar veel meer, die kwetsbaarheid en dat er dan ook lesbische gevoelens verward gaan worden. En het wordt volgens mij het risico dat er een hele kluwe van problematiek omheen bestaat.
die niet zozeer wordt opgelost, maar waar er nog een bij komt. Ja. Want ik heb al vaker gezegd, laten we nou eens gewoon eens hebben over wat voor seksueel leven ga je tegemoet na zo'n transitie. Hm. Even los van, ja. Wat betekent dat voor je toekomstige partnerkeuze? Ja. Hoeveel vrouwen willen met een omgebouwde vrouw? Gewoon zo elementair al, hè? Ja. Of nog even los van het feit dat je dagelijks je hormonen moet blijven slikken en noem allemaal maar op. Mm-hmm. Dus het is een zwaar pad wat je gaat. En ik denk dat we daar, daar moeten we het met elkaar over hebben. En het wel in die bredere context van eigenlijk onze cultuur zien. Daar inhakend, ik denk ook dat. In die bredere cultuur speelt bijvoorbeeld opvoeding een rol. Hè? Dus hoe krijgt een meisje een vrouwenbeeld in haar hoofd? Dat is via sociale media, maar ook bijvoorbeeld door de vader. Dat is misschien niet het eerste waar je aan denkt, hè? Bij een meisje, misschien denk je eerder aan de moeder. Maar het zou ook kunnen, doordat veel mensen in gebroken gezinnen opgroeien, veel mensen ook geen van nature lopend gezin hebben. Hè? Dus waarin de vader, zeg maar, een gedurende de opvoeding wel eens helpt met het uitkiezen van de kleding. Hele kleine dingetjes. Ja. En over mannen vertelt. En de dochter vertrouwd maakt met mannelijke energie. Ja. Dus ze dus niet bang hoeven te zijn. Man is natuurlijk wat ruwer en die kijkt, staat anders in het leven dan de zorgende moeder. Hm. En daar begint het eigenlijk al. Hè. Dus is de vader ook nu in staat om zijn dochter volwassen te laten worden? Of is het daar eigenlijk al heel wiebelig geworden? Hmm. En dan slurp je die beelden op internet. Daar is die vader dan vervolgens ook weer niet tegen gewapend. Ja. Vaak zijn het natuurlijk ook meiden met een hele grote mond. Die met heel veel durf. En die vaders schrikken daar weer voor terug. Ja, dat heeft ook met de moeder te maken. Maar ik leg het accent nu even op de vader. Daar begint het eigenlijk al. Hè? En daar zou je eigenlijk ook meer bij staan. Je dochter zal er maar voor kiezen. Hè? Dus dat zo. Ik denk dat het dat ook veel gezinnen onderschatten wat opvoeden betekent. Mm. Ja, dus dat altijd maar werken en gezellig filmpjes kijken samen en dat is het. Mm. Ja, samen genieten, samen op vakantie. Het vraagt wel wat leuke meer. Dingen doen. Ja, het vraagt wel wat meer dan leuke dingen doen en samen lachen. En dat heeft ook dus hiermee te maken met dat Ad heel mooi uitlegde over die rite passages. Ja. Ben je als ouders eigenlijk ook wel daarin, sta je wel in contact met je kinderen in de verschillende levensfases? Absoluut, absoluut. En ik denk, het is het samenspel. Hè? En die weerbarstigheid opbouwen tegen bijvoorbeeld de mannelijke blikken, zoals je dat net mooi schetst, heeft denk ik heel veel te maken met, heb je dat geleerd van je vader en je broer, dat je weet, of als je die niet hebt, dat je moeder je op de een of andere manier contact heeft gebracht met die energie. Ja. Dus ook daar weer, hè, dus het begint natuurlijk thuis, maar het zet zich voort in de leraar voor de klas. De leraar voor de klas, instituties, de verenigingen. Geen mannen meer. Klein ding, denk je. Maar er zijn nauwelijks mannen in het basisonderwijs. Bijvoorbeeld. En dan kijk je je Netflix-serie. Verknipt mannenbeeld. Ja. En al die stereotypen van mannen die nu populair zijn om uit te melken. Als ik Netflix kijk met mijn vrouw, dan maak ik altijd het grapje van. Ja. Dat is de foute Rick, dat is de goede Rick. En je kan aan de hand van de identiteit is het allemaal heel voorspelbaar, zeg maar. Ja, het kan ook spannend zijn. Maar het is natuurlijk heel duidelijk dat ook gewoon, maar dat zei ik al eerder, dat de trans al helemaal op een schild gegeven is door Netflix. Ja, maar ik denk dat dus wel. Dat geldt ook voor mensen die te dik zijn, die autistisch zijn. Al die gekkigheden worden daarmee, de afwijkende patronen worden genormaliseerd. En dus op zich, ik besef dat ik jou interrumpeerde, dat we nu helemaal uit de hand lopen, maar om het toch even af te maken. Het probleem is dat hij altijd ook genoeg verteld heeft, dus het kan wel even. Volgens mij ook hoor. Ja. In de kern, laat ik het zo zeggen, doordat er zoveel aandacht is voor afwijkend gedrag en zo dat afwijkende gedrag gevierd wordt in termen van diversiteit, dat het ook heel moeilijk is om nog terug te keren naar de normaliteit. Ja. Ook als ouder. Dus dat wordt heel. Dus ook al die ouders die kijken dan mee naar het Jeugdjournaal, naar Pim Lammers, naar Netflix. En die denken, ja, het kan ook, weet je wel. Je kan ook. En dat is toch. Vroeger werd er zeg maar niet over gesproken, denk ik, in heel veel Nederlandse gezinnen. Of je misschien homoseksueel was of misschien zelfs trans. Ja. Dat was ook geen prettige situatie. Je wil wel het gesprek daarover hebben. Je wil daar geen.
al te gemakkelijke verzwijging of veroordeling van hebben. Dan krijg je een soort cultuur in de kast. Of het tegenover maar nu is het echt omgedraaid. Ja. Dus ja. Je mag het normale eigenlijk niet meer bespreken. Nou, dat je gewoon een jongen bent die volwassen wordt als man. Dat kan eigenlijk niet. Het normale is eigenlijk dat je ziet dat je kan veranderen. Ja, en ook wat me ook heel erg opvalt is... Het is meteen als je Kuitenbrouwer, die jij ook hier aan tafel gehad hebt. Jan... Ik niet, maar bij Daniele Giemstra. Oh, best bij leuk gesprek trouwens. Ja, ja. Ja, Kuitenbrouwer, de taaljournalist en criticus van Woke. Van Woke en dus ook die trans, wat hij transgendergekte noemt. Samen met een hoogleraar aan Utrecht Mediastudies hadden een artikel geschreven. Die zijn bij alle grote kranten langs geweest en niemand wou het publiceren. En op Twitter worden ze vaak aangevallen door journalisten. En die zeggen dan anti-trans geweld. En omdat ze dus iets zeggen. En dat is dan meteen geweld. En dan worden allemaal normatieve claims gemaakt over dat... En het is zo. En de norm is onderdrukkend. Ja. En dan lees je de Economist, waar is het op gebaseerd? Op een onderzoek van 100 mensen die eigenlijk helemaal niet meer representatief zijn. Ja, dat is heel pijnlijk. En dan wapperen ze de hele tijd mee. Dus het is ook... Ja, het is zo ontzettend... Maar ze zijn niet de enige die erop terugkomen. Veel terugkerende gast is Laurens Buijs. Die was altijd heel enthousiast over het diversiteitsbeleid. Juist waar het gaat om seksuele zoeken en transformeren. Maar die is er helemaal op teruggekomen. Het is helemaal ontploft. Ja. Maar nogmaals, ik heb het al te doen ook met... De mensen die daar thuis over praten en er niet uitkomen, hoor. Dus... Nou ja, en met de kinderen zelf, laten we dat niet vergeten. Ik zeg altijd, dit is geen pretje. En voor sommigen zal het wellicht een uitkomst zijn. Hè? Dus laat het ook duidelijk zijn. Hè? Het is een bepaalde manier van alle tijden. En ik denk ook dat daar in het verleden is daar misschien ook op een hele ongelukkige manier mee omgegaan. Hè? Dus, ja, je had Peterson ook gekeken, toch? Met dat meisje wat deed transitie. Dat is toch ook... Die zei letterlijk van... Hoe kon ik nou weten wat een drama het zou worden? Ja. Dus ze hebben me gewoon voorgelogen. Ja, nou ja, en dat is dus inderdaad de andere kant van het verhaal. En het kan zijn dat een hele grote groep nu toch tot stappen komt... waarmee ze eigenlijk hun levenslot voor een niet onbelangrijk deel vastzetten. Waar ze later mogelijk spijt van krijgen. Ja. Dus een zekere terughoudendheid hieromtrent. En het ook wel proberen te begrijpen van wat is hier nou gaande. En hoe houdt het verband met die bredere jongerenproblematiek. Ja. Ja, dat lijkt me echt hoogst noodzakelijk. Wat jij nou tussendoor zei over dat lichaam... vind ik wel een mooie afsluiter nog ook in dit verband. Hè? Dus, want die lichaamsverminking, want dat is of lichaamsverandering... Ja. Hè? Je suggereerde tussendoor even van... Ja, het is een manier van weer het her... Dus we zitten in een cultuur van ontlijving. Dus met je hoofd in die games en met je ogen het kijken... Maar niet met je lichaam aan het werk zijn, kenniseconomie en zo. Maar dit is natuurlijk ook bij uitstek een soort... Ja, je gaat juist heel radicaal ingrijpen in je lichaam. Ja, maar dat geeft ook al aan dat het lichaam niet de bodem is, maar zelfs het object. Ja, en in relatie dus, met je identiteit ook, in plaats van... Ja, dus op een bepaalde manier een Cartesiaanse positie. Hè, dat het lichaam zelf uiteindelijk toch ook niet jouw identiteit kan vormen. Ja. Terwijl je wel je identiteit erin wil uitdrukken, maar dat moet vanuit jouzelf komen. Dus het is zelfbeschikking... In een ultieme zin. En daarom vindt het ook zo'n, denk ik, zo'n weerklank. Omdat het past bij een toch een sterk masculien, Cartesiaans maakbaarheids. Dus dat vind ik wel de paradox. Het is een bij uitstek witte man ideologie eigenlijk. Dus het gaat over maakbaarheid, gaat over eigenlijk ontlichaming, die dan vervolgens lichamelijk wordt vertaald. Ja. Heel erg met het lichaam bezig zijn, maar het lichaam ondertussen als je een instrument van jou wil. Goed, en nogmaals, als je erin zit, is het natuurlijk ook heel heftig. En ik ben blij dat ik nooit last heb gehad van genderdysforie. Maar als je daarmee kampt, ik kan me wel voorstellen dat... Ja, en je wordt er ook niet in begeleid en geholpen. Dat je helemaal daarin vast komt te zitten. En toch is het ook belangrijk om te blijven benadrukken dat soort... wat is dan die uitspraak van der Berg? Dus zo'n neurosis is ook een socio's. Met andere woorden, het is ook een sociaal verschijnsel dat zich op individueel niveau openbaart. Absoluut. En daarom kunnen we denk ik toch wel zo kritisch bespreken.
Nee, dat dus maar je moet je kunt er zwaar onder lijden, maar je moet ook juist deze wereld moet eigenlijk ook een spiegel worden voorgehouden. Dat is heel belangrijk. Het is sociaal-cultureel. Ja, maar het is belangrijk om dat onderscheid te maken. Vind ik heel belangrijk. Dit gaat niet over een oordeel over een deze of gene jongere die daarmee kampt. Nee. Dat is het. Ik bedoel, dat is al zwaar genoeg, weet je wel. Dat is helemaal het punt niet. Het gaat om de vraag, wat is dan de context waardoor ze in die hoedanigheid terecht zijn gekomen en in deze worsteling. Ja. Ze zijn ook een soort... Kind van hun tijd. Knooppunt van allerlei krachten, geestelijke krachten ook, die op hen inwerken. Ja heren. We zouden het nog over de Oekraïne hebben, maar daar hebben we geen tijd meer voor, Dirk. Nee. Wel hoogst nodig, want zoals het er naar uitziet, wordt dat daar geen vrolijke Pasen. Nee. En is er echt een slachting gaande in Bakhmut. Zie je ook dat de depressiviteit ook onder de Oekraïners toeneemt. De verwarring onder de kinderen. En ons antwoord blijft nog steeds meer wapens, meer vliegtuigen nu zelfs. De Polen willen al een dozijn MIGS sturen. Ja, en het ziet er toch niet naar uit dat daar nou de oplossing ligt voor die problematiek. Maar goed, misschien kunnen we de volgende keer dat nog oppakken. Want het is wel hoogst nodig. Het is, wat zich daar afspeelt, daar kunnen wij in onze, denk ik, wildste fantasie geen voorstelling van maken. Dat is een hele andere problematiek inderdaad dan over je identiteit. Dat is een heel andere problematiek, ja. Tegelijkertijd hebben we er alles mee te maken. Ja. Die wapens worden ook door ons geleverd. Het staat niet. Nee, het is een proxyoorlog. Wij zitten er middenin. Ja. Maar we hebben hem geoutsourced, om het zo maar te noemen. Ja. De Oekraïners voeren voor ons oorlog met Rusland. Ja. Of in ieder geval ook. Ja. Ja, misschien ook goed om dat te beseffen, inderdaad. In deze paastijd. In deze paastijd. Het lijden van anderen. En hoe zeker makkelijk het is om als een Pilatus Je handen in onschuld te wassen. Ja, ja, precies. Mooi, heren. Ik dank jullie weer. En tot een volgende keer.